Ja, hoe is zoiets ontstaan? Mijn man en ik wilden heel graag iets voor onszelf beginnen. In 2012 de knoop doorgehakt. Allebei het ontslag genomen en we zijn ervoor gegaan. Ja, want jullie zijn altijd werkzaam geweest in de zorg? Ja, altijd werkzaam in de zorg en in de begeleiding hebben we altijd gewerkt. Ja, mijn man in de dagbesteding en ik in de 24 uur zorg in de ambulante begeleiding. Ja, deze locatie zijn we in 1 oktober zijn we hier begonnen. Het is een boerderij waar wij koffie en thee schenken. We hebben hier een rustpunt. We proberen iedere week iets lekkers bij de koffie en de thee te hebben. Een kleine tweedehands kledingwinkel. Dus mensen kunnen kleding inbrengen, kunnen kleding passend kopen. En dat runnen wij samen met cliënten die een indicatie hebben voor dagbesteding. Nou, het zou heel fijn zijn dat we wat meer aanmeldingen zouden krijgen. Wij zijn nu nog maar op de maandag en op de woensdag open. Daar hebben we 4 medewerkers, 4 cliënten dus. Maar iedere dag zou heel leuk zijn dat we daar 2-3 cliënten voor hadden die ons... Ja, die het heel leuk lijkt om in een winkeltje te werken of om te bakken, thee schenken, koffie schenken. Dus ja, dat zou heel erg fijn zijn. Want mensen die hier langskomen fietsen en deze prachtige route in de buitendelen van Almelo verblijven of daar rondfietsen. Die kunnen hier gewoon even langskomen en iets gaan drinken. Ja, die kunnen hier langskomen. We zitten hier in de Groene Long, westelijke Groene Long van Almelo. En het is een heel mooi wandelgebied, heel mooi fietsgebied. Dus iedereen is welkom. We hebben hier mensen die hier komen, die hebben een indicatie voor dagbesteding. Dat zijn mensen met een beperking of aanverwante contactstoornis. En dan een ex-verslaving die ze gehad hebben en nu helemaal clean zijn. En dan hopen dat heel veel Almeloers hier een bezoekje gaan brengen. Ja, dat zou heel fijn zijn, ja. Ja, dat weet je, dat doet de cliënten, onze medewerkers doen dat heel goed. Dat groeit als er nieuwe cliënten of mensen binnenkomen. Weet je, hun mogen dan helpen met de kleding, helpen thee schenken. Ze regelen de financiën, het ontvangen van geld. Ja, dat is gewoon mooi. Nee, gewoon participeren in de maatschappij. Mijn man René, die werkt aan de Wijtemansweg, Peterszorg de Wijten. En daar zijn ze in een houten werkplaats bezig met bankjes maken. Inderdaad, stoeltjes, tafeltjes. Zodat wij hier van het zomer heel veel mensen kunnen ontvangen en van koffie en thee kunnen voorzien. Ja.